Chaotische taferelen aan de grenzen van Europa. Vanuit Turkije proberen veel migranten Griekenland en Bulgarije te bereiken. Ze zien hun kans schoon nu Turkije de vluchtelingen niet langer tegenhoudt. Het is hectisch bij deze Griekse grensovergang. Hoewel Turkije de migranten niet langer tegenhoudt, probeert Griekenland dat nog wel. Dit is bij de plaats Edirne. Vluchtelingen zijn vanuit Turkse steden als Istanbul snel deze kant op gekomen. Om de grens te bewaken zetten de Grieken onder meer traangas in. Maar de Grieken kunnen niet iedereen tegenhouden. Dit hek is doorgeknipt en er gaan bootjes de rivier over. Griekenland ligt hier aan de overkant. And we need a life. And we need a life same like them people. How stay over there? We need like that. Turkije zegt dat al minstens 18.000 mensen Europa hebben bereikt. Dat lijkt niet helemaal te kloppen. Het gaat hooguit om enkele honderden. Maar duidelijk is, meer zullen volgen. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. En zo zet Turkije Europa onder druk. Het land eist meer steun voor de opvang van vluchtelingen en voor de strijd in Syrië. Voor hen is het voorlopig een kans om Europa makkelijk te bereiken via de Griekse eilanden. En dus hier via het vasteland. We gaan naar onze correspondent Olaf Kroensje. Olaf, je bent zojuist aangekomen aan de Turks-Griekse grens. Hoe is de situatie daar nu? Nou, Antoine, ik was net bij de grote grensovergang. Die zagen we ook al eerder op beeld. Daar zijn duizenden mensen die staan te wachten. Die weten niet precies wat ze moeten, wat ze kunnen doen. Ik ben een stukje gaan rijden. Dat doen heel veel andere vluchtelingen ook. We staan nu, ik denk 30, 40 meter van de Griekse grens. Er loopt hier een klein riviertje doorheen. Die moet je oversteken. We zien hier plukjes mensen die zich verzamelen. Ze maken hier kampvuurtjes. Ze zijn op zoek naar bootjes. Er kwam net een bootje aan. Mensen proberen toch naar de overkant te komen. En het bijzondere is natuurlijk, hier aan de Turkse kant, niemand legt ze een stroopbreedte aan de weg. Zagen we eerder al. Wij mochten niet doorrijden. Syriërs mochten doorlopen. Net rijdt hier het leger voorbij. Niets aan de hand. Dus Turkije faciliteert dat op alle mogelijke manieren. Is dit nog beheersbaar, Olaf? Ja, Anita, Sarah, als je het mij vraagt, om eerlijk te zijn, niet. Ik ben hier vandaag vanaf de luchthaven van Istanbul hier naartoe gereden. Dat is ongeveer 2-3 uur. En we zagen overal onderweg busjes, taxis vol met mensen zitten. Als je bij de benzinestation stopt, precies hetzelfde. Plukjes mensen. En ook hier in de avond, langs de kant van de weg, langs weggetjes, zie je groepen mensen lopen. Soms met kinderen. Het woord is naar buiten gekomen. Je kunt makkelijk de grens over. Tenminste, wat de Turken betreft. Aan de Griekse kant worden ze dan tegengehouden. Maar de Grieken kunnen dat niet heel erg lang volhouden. Dus ik ben benieuwd. Maar hier is men ervan overtuigd dat je best makkelijk naar Europa kan. Olaf Koens, dankjewel.